Ik kan me daar gewoon altijd heel erg in irriteren. Dan denk ik, ja, hele klasse klaar. Maar Stefan, ik ga binnenkort een kitten halen. Dus dit zijn gladiolen. Gladiolen. Bij mijn oksel. Je kan niet echt rekening houden met Julia is jarig. Ik was echt een beetje verdrietig gisteren. Echt zo leuk. Heb ik klaargemaakt en een jurkje van Loofjes aan. Hey, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik zit klaar. Het is 8:30. Ik zit klaar voor een online les. Alleen de docent is er nog niet. En dat is best wel irritant, want het is 8:30. Best wel vroeg gewoon om een best wel ingewikkelde les te hebben. En iedereen zit klaar en de docent is gewoon niet aanwezig. Ik kan me daar gewoon altijd heel erg in irriteren. Ik denk, ja, je hele klas zit klaar. Wat doe je, weet je wel? Kom naar, begin eens met de les. Het is nu 5:55. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon slecht. Maar dit is de week van mijn verjaardag. Ik ben donderdag jarig. Superleuk. Oh ja, lekker theetje zetten. Daar heb ik ook wel zin in. Maar ik ben dus jarig donderdag en dat is heel leuk. En Stefan is vanaf 10:30 ook vrij. Dus dan anders zou ik de hele dag erin zitten. En dat is natuurlijk niet zo leuk. Ik heb trouwens ook echt zin in kerst. En ik weet niet of ik het heb verteld. Maar Stefan, ik ga binnenkort een kitten halen. Nou, I look like a zombie. Maar Stefan, ik ga binnenkort een kitten halen. Ik heb al het asiel een paar keer gesproken. Waar wij ook Simba en Tibbe vandaan hadden. En er zijn binnenkort alweer plaatsbare kittens, dus we moeten eventjes vrijdag ga ik even spellen, want we willen wel een van de eerste zijn. Ze gaan best wel kieskeurig en wat voor eentje we willen. Omdat, ja, dat beest is gewoon 15 jaar, weet je wel, we willen gewoon echt wel een leuke mooie kat. Kijk, ik vind het iets minder belangrijk, ik heb zoiets van, weet je, als het, wat is dat? Handjevrijs. Als het een grappig katje is en hij is leuk, dan vind ik het al heel snel goed, alleen ze hebben graag een mooie en, die kittens die verkopen, zeg maar, die gaan altijd wel weg. Het is niet dat de lelijkste echt lang overblijven. Uiteindelijk zijn ze allemaal vaak wel weg. Anders dan had ik wel een lelijkere gewild. Het is veel lullig om te zeggen eigenlijk. Het zijn gewoon leuke beestjes. Maar de docent is nog steeds niet. Dat is heel raar. We eten weer dit. Dat hadden we gestrookt, maar we hadden even niks anders. Met kip dit keer, want het was een beetje saai vorige keer. En Stefan heeft iets gekregen op zijn werk. Waar is de? Oh, daar. Een Sonos box. En we hebben er daar ook al in staan. Dus dat is. Oh. Wij gaan nu lekker slapen. Ik wil trouwens nog iets heel tofs zeggen. We hadden alle boodschappen gedaan net bij de Jumbo. En daar was van die verspakketten die ze bijna in elke supermarkt nu wel hebben. En ik zag er eentje waarin de inhoud best wel beschimmeld was. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik liep naar zo'n medewerker. Ik zeg, hé, er is een pak wat beschimmeld is. Dan weet je dat in ieder geval voordat iemand anders straks meeneemt en dan thuis met zo'n pak zit. Het komt niet daarna terug naar ons. Zegt hij, ja, jullie krijgen, want we hadden twee van die verspakketten gepakt. Gewoon niet goed waren. Jullie krijgen deze allebei gratis. Ik keek hem eerst zo aan van, ik dacht eerst dat hij dat pak bedoelde, die met schimmel. Ik dacht, nou, die hoef ik niet gratis mee hoor. Maar dat was dus omdat ze altijd een versgarantie hebben. Dat altijd alles vers moet zijn. En eigenlijk een soort van, omdat het niet hoort dat het zo gegaan is, kregen wij dan twee pakken gratis. Nou, helemaal leuk. Dus kwam er ook nog een meneer naar ons toe. Deze planten. Of bloemen. Dat was iemand die gewoon daar aan het winkelen was. En die zei, ja, ze hebben allemaal gratis bloemen. Dus willen jullie deze hebben? Want ik heb al de rode. Dus dit zijn gladiolen. Gladiolen. Oh, en heb ik ook echt nog nooit in huis gehad. Dus helemaal benieuwd. Hoe ze die ze gaan ontpoppen. Maar nu gaan we lekker slapen. Ik heb morgen weer school. Fysiek. Goedemorgen. Het is een goede dag. Nou, kijk, dit heb ik dus op mijn. Bij mijn oksel. Een soort puistje waarvan ik dacht. You gotta go. En toen ging ik eruit kruipen. Het hering veel pijn. En nu is het helemaal rood. Maar. Domme landbeurzen. Het wordt vandaag een heel lekkere dag volgens mij. Er zit iets onder mijn sok wat plakt aan de vloer. Vind ik niet chill. Ja, het wordt vandaag volgens mij echt 30 graden. Dus ik heb dit aangedaan. Ik moet vandaag naar school. Ik ga eerst, moet ik zeg maar aan school, naar een digitale les luisteren. En opletten en aantekeningen maken. En dan om
half drie heb ik online fysiek les. Eigenlijk geen les. Het heet een community college. En daar behandelen we dan een case van marketing communicatie. En we werken daar aan een co-maker. En we moeten vandaag wat presenteren. En ik dacht dus helemaal dat het echt een vet serieuze presentatie zou worden. Want als ik zeg maar op de HVJ's moest presenteren, was dat vaak voor cijfer. Dus ik zat helemaal oké. Zijn we helemaal ready? Weten we alles? En toen zeiden ze, hey, het is best wel informeel. Dus ja, het is gewoon voor feedback. Dus ik had me al helemaal opgevreten natuurlijk over of ik alles wel goed kon vertellen. Maar dat komt waarschijnlijk dus helemaal goed. En ik droom elke ochtend dat we al de kitten hebben. Dus elke ochtend denk ik, oh ja, leuk uit bed met de kitten spelen. En dan hebben we dus nog helemaal niet die kitten. Dat is echt fucking raar. Ook irritant, want ik ben elke keer weer teleurgesteld. Hoe laat heb ik ook weer die online les? Nu? Nee, niet nu. Maar over een uurtje. Dat klopt. Dus dan kan ik nu eventueel nog aan school. Maar ik wil misschien ook nog even mijn vlog alvast een beetje editen van vorige week. En ik heb net ook weer een beetje mijn benen geschoren. Want die had ik blijkbaar geschoren, maar niet echt goed. Ik denk dat ik het zo lang niet had geschoren dat het soort van drie keer overheen moest gaan. Ik dacht al, hey, prima. It's gonna be winter. Ik hoef niet zo frequent mijn benen te scheren. Totdat het opeens weer 30 graden ging worden en ik deze outfit aan doe. Dus nou, nu is het weer helemaal fresh. Ja, ik ben wel trots op mezelf, want ik loop best wel gewoon op schema met mijn opleiding. Echt een mooi engel dit. Dus dat vind ik wel fijn. Ik zit te denken of ik nog iets nuttigs kan doen. Ik moet denk ik even een wasje erin gaan doen. Dat is wel fijn denk ik, als ik dat even doe. Ik heb me even helemaal opgemaakt. Ik denk dat ik nog wel een klein beetje, ik heb ze in mijn oog, het aanpas als ik helemaal weg ga, zeg maar. Maar ik heb nu een hoorcollege en ik dacht dat ik buiten ga zitten. Alleen ik denk niet dat ik daar echt aan de lader kan. Jawel, ik kan wel. Maar namelijk wel dat mijn make-up opgeladen is natuurlijk als ik naar school ga. Okay, ik ga het proberen. Maar ik wil lekker buiten zitten in het college. Ik ben terug van school al een tijdje, na een uurtje misschien. En ik ben echt helemaal kapot, het duurde zo lang en het is zo warm vandaag. Dus dat. Ondertussen ben ik even een broodje aan het maken voor Stefan voor mij, want het eten was wel lekker. Het was gewoon een soepje, alleen het vulde niet zo. En hij zit nu in een conference call, wat een onzin. Hij heeft gewoon een projectbespreking nu. Dus ik breng hem even een lekker broodje. Echt lief van mij. Ik denk zelf dat het een klein rol heeft, omdat bijvoorbeeld geen producten ingepakt moeten worden. Dus ja, je kan niet echt rekening houden met Goedemorgen, ik had echt een kut ochtend. Ik werd te laat wakker en toen moest ik naar de fysio. En toen dacht ik, hey fuck, ik ben verkouden. Toen moest ik de fysio afzeggen. En ik heb een ziek glimmend hoofd. En sindsdien heb ik nog steeds niet echt een, zeg maar, het is gewoon geen goede start van mijn dag geweest en dat haat ik. Maar ik heb even dit jurkje aan, om te passen. Ik zoek alleen mijn riem. Ik heb zo'n riem met allemaal gouden rondjes en die wil ik graag bij dit jurkje aandoen. Misschien denk je, waarom wil je nu dat per se aan? Maar ik ben morgen jarig en dit wordt denk ik mijn verjaardagsoutfit. Dus ja, dan wil ik wel dat mijn bijpassende riem er dan bij kan. Of bijpassend, niet per se, maar. En dan wil ik eigenlijk ook mijn haar wassen en het mooi gaan feunen. Nou, waar is mijn riem nou? Ik haat het altijd echt als ik mijn riem niet kan vinden. Dan keken mensen me aan buiten omdat ik aan het vloggen ben. Ik heb dus besloten dat ik vandaag zilver shampoo moet kopen, want mijn haar is een little bit heel erg geel. Maar ik heb zo meteen online les. Morgen ook online les. Ik dacht dat het de laatste was vandaag van de week. Maar dat was niet zo. Het was niet zo. I want something to eat. I want something to eat. Oh, I want something. I want something. I want something to eat. And I need to sit on the table because otherwise I won't be concentrated enough to
really get what my teacher is saying. I need you sitting on a table and not in my bed. Nou, hij stelt ook weer helemaal niet scherp. Ik dacht dat het vandaag lekker weer zou worden. Dat is het dus niet. Nou, even wat te vreten pakken. Ja, we hebben niks lekkers. Dat dacht ik al wel weer. Ook gewoon even een kauwgompje of zo. Dus we hebben dat niet eens. Is er nog helemaal niemand? Volgens mij is er nog niemand. Dan ga ik er ook niet in. Ik weet nu al dat ik geen concentratie heb. Julia is jarig. Kom. Gefeliciteerd. Dankjewel. Echt leuk, schatje. Dat heb ik gedaan. Deze maak ik echt. Daar kan je vast een foto mee maken. Ja. Ik ben echt goud. Ik ga even kijken of ik dan. Alsjeblieft, schatje. Ik hoop dat je het mooi vindt. Ik hoop dat het een goede kleur is. Niet zeggen. Jij zei dat er paars in zat. Ja, maar welke kleur is dit? Het is goud. Ja. Ik was echt een beetje verdrietig te gisteren. Omdat jij deed het zei dat je wit goud had en wit goud is gewoon zilver. Maar vind je mooi? Echt heel mooi. Zo, goedemorgen. Ik ben dus jarig. Ik ben vandaag 21 geworden. As you can see. Ik heb net een beetje mijn haar geknot alvast. Ik ga nog bij kunnen wat later op de dag. Ik heb dus net boodschappen gedaan en toen kwam ik dit opeens tegen. Zo'n hele grote grease doos. En ik weet niet of ik hem al mag openmaken zonder dat het stuff er is, maar ik doe het lekker wel. Ik heb net allemaal dingen voor taart maken gehaald. Ik weet niet of ik dat net ook al zei. Love dit. Wie is dit? Ah, Joelle en Rowan. Kijk nou. Wat lief. Echt leuk. Hey lieve Jo, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Het voelt echt nog als de dag van gisteren dat we bij elkaar op school zaten. De tijd vliegt, maak er een mooie dag van en laat je verwennen. Liefst Joelle en Rowan. Echt zo leuk. Ik heb me klaargemaakt en een jurkje van Lofies aan. Love that. We hebben trouwens sparkrukken. Really, really nice. En ik heb net een fotootje gemaakt voor Instagram. Even te laten weten dat ik jarig ben. Dus dat. Die heb ik allemaal klaar. Oh ja, die zijn leuke verjaardag? Ja. Lekker dingetje. Lekker. Oh jee.
Goedemorgen. Het is vandaag een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en Stephanie is echt een beetje brak. Omdat we niet vaak drinken natuurlijk. Meer van corona. Maar ik wilde even laten zien wat ik voor mijn verjaardag gekregen. En ook trouwens van mijn Jurly. Heel lief. Een armbandje gekregen en een ring. Nou, van Stefan heb ik deze ring gekregen. Hij staat gewoon niet zo goed scherp. Nou, deze ring dus. En ik heb deze van Daan gekregen, mijn manager. Ook super lief. Vet leuk dit. Love it. Ik heb van Stefans ouders liefmansglazen gekregen. Het 6. En ik hou echt van liefmans. Van mijn oma een cadeaukaart van de Xenos. Nou, ik heb super veel kaarten gekregen. Echt super lief. Dus die ballon. En ik heb van mijn ouders het fotoboek gekregen. En ik kan wel een paar dingetjes laten zien. Ik kan niet alles laten zien, want het is gewoon best wel privé, zeg maar, wie er allemaal in staan en zo. We hebben dus nog heel veel van gisteren over van de gourmetten. Dus dat gaan we lekker zelf opeten. Helemaal stoer doen omdat ik dan film en mannelijke geluiden maken. Baba. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en Stefan is net naar school. Die heeft ongeveer tot 3 uur school. Dus dat is wel chill dat het niet weer tot 's avonds is. En ik heb een beetje keelpijn. Dus ik moet even kijken hoe dat gaat. Want ik zou eigenlijk vandaag met wat vriendinnen wat gaan drinken. Maar ik vind het niet zo verantwoord om dat te doen als ik keelpijn heb. Dus dat, ik voel me ook wel een beetje moe en een beetje lichtelijk ziekjes worden, zeg maar. Vandaag ga ik ook aan school en ik wil eigenlijk een cover opnemen, maar ik hoop dat het lukt qua stem. En ik ga denk ik even die kaarten die allemaal op de bar staan wat meer opruimen. En misschien ook wat versiering alvast een beetje opruimen. Maar die kaarten in ieder geval, want het is super leuk. Ik heb echt super lieve kaarten gekregen. Alleen het neemt heel veel ruimte in. Ik weet niet wat ik op het laatst had gevlogd, maar ik heb keelpijn vandaag. Dus ik heb mijn vriendinnen moeten afzeggen, want ja, je klachten blijft thuis. Leuk dit. Maar heel gek, we hadden net gehoord van ja, dit pakketje wat jullie hadden besteld is bezorgd. En toen was hij niet bezorgd. En toen is hij nu echt een paar uur later wel bezorgd. Ik zal even laten zien. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben helemaal vergeten om uiteindelijk te laten zien hoe de krabpaal eruit ziet. Die we dus hebben ontvangen. Of ik gewoon binnen hebben gekregen, heb ik zelf besteld. Kijk, dit is de krabpaal. Dit is een knuffeltje voor de kat. Maar hier zit valeriaanwortel in en daar zijn ze helemaal gek op. Deze kan ik ook nog uithalen. Ik heb hem van Zoo Plus, niet gesponsord. Hangt nog zo'n balletje aan en zo'n dingetje. En dit is dan de krabgedeelte. Steven ligt helemaal in de zon. Hoi. Hoi. En vandaag is het zusje van Stefan jarig. Ja jongens, iedereen lijkt wel in september jarig. Daar gaan we dus vandaag heen. En ik ga mij even klaarmaken. We gaan daar eten. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Lekker doe ik non-stop in.
werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.